Hallo dames en heren, tof dat je kijkt naar een nieuw Super Mario Bros. Voor de Nintendo Wii. We zijn nog steeds bezig met het kasteel van Larry Koopa. En daar gaan we gewoon weer helemaal opnieuw aan de slag. Want we moeten natuurlijk nog wel altijd wel eventjes dat kasteel verslaan, mochten we dit spel überhaupt nog verder willen gaan spelen. We gaan er gewoon lekker voor met z'n allen. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben, ik in ieder geval wel. Al heb ik er niet heel erg veel vertrouwen in, omdat, kijk de vorige aflevering maar even, dan zie je het allemaal wel. In ieder geval, we gaan gewoon gelijk wel even kijken, want volgens mij zit hier ook nog wat boven. Ik ga niet alle geheimen opzoeken of zo, maar op zich wel even leuk om bepaalde dingetjes wel even uit te gaan zoeken. Oké, dan kom ik hier dus alleen maar voor een paar muntjes. Nou, dat is interessant. Zoek ik totaal niet naar, ik ga even deze dry bones weggooien. De vorige keer zijn we echt met de grootste bullshit dingen zijn gewoon dood gegaan. Zoals bijvoorbeeld hier, ik werd gewoon geplet. En daardoor verlies ik dus nu even mijn ice flower. Krijg ik hem gelukkig nu wel weer even terug. Maar ja, voor hetzelfde geld zou ik hem dus... Ja, zie je? Huppakee, wall jump. Dood. Klaar. Huppakee. Dat is hartstikke mooi. Want dan kunnen we weer het hele kasteel volgens mij overnieuw lopen doen. Op zich geen heel erg groot probleem. Maar ja, ik wil natuurlijk wel eventjes verder kunnen komen in de game. En het gaat natuurlijk heel lastig op deze manier. In ieder geval, er zijn ook weer even een heleboel dingetjes die er aanstaande zijn. TGNL. Kieran is natuurlijk wezen livestreamen laatst. Hartstikke tof, hartstikke mooi en hartstikke geinige stream was het. Bedankt nogmaals Guus voor de geweldige stream. Bullshit. Hartstikke tof dat je allemaal leuke dingetjes deed. Als je de stream nog niet hebt kunnen zien. Hij is te bekijken op TwoGamingNL. Staat een linkje van in de beschrijving. Waarom ook eigenlijk niet. Ik ben er nu toch over bezig en shit. Daarom hebben we gewoon even lekker GTA 5 gespeeld voor de leuk. En ik dacht zo van, hé, dat vond ik wel tof. Dus misschien dat ik ooit eens een keer de story mode van de GTA 5 game ga spelen op TwoGamingNL. Is op zich een heel erg tof idee, dus misschien dat die komt. Ik weet het eigenlijk niet, we zien het allemaal wel. Oh shit, nou, dat was ook weer wat de bedoeling. Eigenlijk niet. Oké, we pakken wel even die rode ring en we proberen even alle rode munten te pakken. Wat natuurlijk nu al helemaal verkeerd gaat. Oké, dat is tof. Nou, ik heb er nu dus alweer een paar gemist. Ik ga er nu niet helemaal voor terug. Want daar heb ik even geen zin in. En hoppakee! Ja, dank u wel voor die hele mooie blok. Bam, pow, pow. En ik ben dood, natuurlijk. Omdat ik weer een beetje te ver aan het springen ben. Zie je, dit is nou van dat soort... dingetjes, dat soort hele kleine dingetjes die de game gewoon echt verschrikkelijk maken om te spelen. Ik pak gewoon nu even een mushroom. En ik moet zo meteen nog even tegen die Goomba vechten die daar in de buurt staat. Want anders dan red ik het natuurlijk niet. Ik heb gelukkig wel 11 levens, dus dat scheelt. Alleen, ja, alsnog, het is gewoon echt super, super duper raar. Of, nou ja... Raar. Dat is helemaal niet het goede woord. Het is super duppertje kloten dat het gewoon op deze manier... Kijk, gewoon hoppakee. Nog een keer. Je power-up kwijt. Dat is pech. Power-up weg. Zeggen we dan. Oké, sorry guys. Ik ben nu echt gewoon een beetje aan het klagen. Een fireflower. Oké, dat is chill. Bedankt Rode Ring voor deze fireflower. Of ik er veel aan heb? Waarschijnlijk niet, want... deze drybones die kunnen niet dood door vuur, bloemen en shit. Ik vind het wel tof dat ze, dat ze dit als power-up erin hebben gegooid in nieuw Super Mario Bros. Wii. Want dan speel je de Fire Flower niet, maar de Ice Flower. Al speelde je een kasteellevel, dan moest je het allemaal gaan doen met de Fire Flower. Maar ja, Dry Bones die gaan natuurlijk niet dood door Fire Flowers. Dus ik vind het hartstikke tof. Wauw, hier was ik de vorige keer ook al naar op zoek gegaan. En toen heb ik het niet kunnen vinden. Nou, dat is hartstikke tof dat ik het nu wel vind. Hartstikke mooi. In ieder geval, we gaan een boss battle spelen. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook in ieder geval. Laten we gewoon lekker aan de bak gaan. Hallo Larry. Terug van weg geweest. En daar hebben we ook weer onze grote vriend Kamek weer terug van weg geweest. Dat is hartstikke leuk. Het is weer hartstikke gezellig hier. Hij gaat wel even zijn magie gebruiken om die pilaren omhoog en naar beneden te gooien of zo. En om ze te laten draaien. Dat was ook wel even een klein detail wat we gemist hadden vorige aflevering. Nee, dat hebben we helemaal niet gemist. Het was heel erg duidelijk te zien vorige episode. Waar de hel lul ik over. In ieder geval, bam! Zoals je ziet, zo moeilijk is deze boss battle helemaal niet. Alleen ik ben er wel best wel bad in. Dus vandaar dat ik meerdere keren dood ben gegaan de vorige aflevering vanwege deze boss fight. Hoppakee, en ik heb hem verslagen. Kijk, zo moeilijk was dat nou niet. Waarom deed ik er de vorige aflevering dan zoveel moeite over? Ik heb geen idee.
Maar goed, we hebben de eerste boss battle dus gehaald. Die sleutel, die hebben we in ons bezit. En wat hebben we aan deze sleutel? Niet echt veel, volgens mij. Het was gewoon even een leuk dingetje om even te pakken. In Super Mario Bros. 3 voor de NES en voor later ook de Super Nintendo. En later ook weer voor de Game Boy. En hij is ook weer uitgekomen voor de NES. Nintendo Wii Virtual Console. Dus ja. Maar goed, in Super Mario Bros. 3 moest je een toverstok gaan oppakken uit de lucht. Allemaal hartstikke tof en shit. Maar in deze game is het dus een sleutel geworden. Waarom ze dat erin hebben gestopt, ik heb geen idee. Waarschijnlijk, ik kan er geen uitleg bij geven. In ieder geval, we zijn in de tweede wereld aangekomen, eindelijk. Het is een woestijn. We hebben ook gelijk toegang tot twee andere levels die we kunnen gaan spelen. Hartstikke epic, dus we gaan gelijk wel even deze spelen. Alright, ik weet niet meer welke wereld het is. Wereld 2-2. Oké, we beginnen dus gelijk even met het tweede level van deze wereld. Oké, we hebben hier tonnetjes. Die hebben we allemaal nodig, zodat we even deze vijanden kunnen uitschakelen. Want eigenlijk is dit een best wel simpele wereld. Je loopt over een woestijn met drijfzand en met allemaal andere gure types en shit. Zoals dit. Dit is Spike. Die kennen we allemaal wel misschien. Ik weet het niet. Nou ja. Het is niet echt een vijand waarvan je zit van... Ja, die zou ik me wel herinneren in andere Mario spel of zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Als dat zo was, dan had ik waarschijnlijk... weet ik veel, een hele hoop video's over Spike gemaakt. Nee hoor. Dat is helemaal niet waar. Oké. Dit gaat al helemaal nergens over. En ik ben nog maar een paar minuten in de episode. Nou ja, een paar minuten. Ik kijk net al even op mijn opnamesoftware. Ik ben alweer bijna 7 minuten bezig, John, met deze opname. Natuurlijk is het in de editing is het allemaal weer een beetje knippen en plakken en shit. En er wordt allemaal weer een stukje korter en... allemaal voespas. In ieder geval, ik probeer een beetje een mushroom te pakken die in... Shit, wat heb ik gedaan? Oh ja. Oké. Nou, nu is die mushroom nutteloos. Maar goed, geeft niks. Oh shit. Spike, what up? Ah, jij, oh shit man. Ja, dit is alweer gelijk helemaal top. In ieder geval, er valt eigenlijk... Ah shit. Dit gaat lekker. Het gaat echt heel goed. Nou, dat was dan wereld 2-2. We gaan dus wel eventjes wereld 1-2... Wereld 1-1, serieus. Wereld 2-1 gaan we gewoon eens wel even proberen. Wat ik wel toffer vind aan Mario spellen trouwens. Nu we toch eventjes de level na... Oké, zo snel zijn we nog nooit dood gegaan. In 2 seconden tijd. Hoe ontzettend goed wil je het hebben? Mushroom, alsjeblieft. Oké. Wat ik tof vind aan andere Mario spellen, zoals Super Mario Galaxy en shit. Die geven daadwerkelijk hun levels namen. Geen getallen, maar namen. En in spellen zoals New Super Mario 3D World... New Super Mario 3D World? Wat? In Super Mario 3D World voor de Wii U... hebben ze niet alleen de levelgetallen... Nee! Shit. Dat is chill. Dat was echt een beetje bad van mij. Oké, we gaan het gewoon nog een keer proberen. In Super Mario 3D World heb je en levelgetalletjes... En ze geven de levels daadwerkelijk namen. Dat is super chill. Vind ik hartstikke blij. Vind ik hartstikke tof dat ze dat soort dingetjes erin hebben gegooid in Super Mario 3D World. Maar ik vind het ook een heel stuk beter. Want op deze manier haal ik ook alle levels wat beter uit elkaar. Op die manier, ja, dat werkt gewoon een heel stuk beter of zo. I don't know. Oké, we hebben daar een sterrenmunt. Tenminste, we hebben daar een sterrenmunt. We zien daar een sterrenmunt. Dus die willen we wel even oppakken. Ja, want als we ze tegenkomen, komen... Wauw. Als we ze tegenkomen, kunnen we ze net zo goed oppakken. De vorige keer heb ik het ook al de hele aflevering doorgezegd, zowat. Als we sterrenmuntjes tegenkomen, kunnen we ze net zo goed oppakken. Ja, toch? Oké, we zien daar ook gelijk even een boomerang guy. En die hebben we ook gelijk al even dood. Die zijn niet zo moeilijk te doden. Let's be honest for one moment. Het is niet... Nee! Nee, shit! Oh, dat was bad. Dat was echt heel bad. Nou, we verliezen echt al onze levens deze aflevering. Dat gaat echt heel erg goed. Het gaat nog slechter dan in mijn Super Mario World gameplay.
En die was echt heel bad. Met Super Mario World Let's Play, die ik wel eens had. Voordat 2Gaming.nl stopte. Die ik echt, waar ik echt gewoon 3 afleveringen van heb gemaakt, toen is tijd. Ja, dat was gewoon best wel bad. Ik was ooit eens een keertje echt gewoon uren op zoek naar één ding, wat ik gewoon niet kon vinden. Dat was de uitgang van het spookhuisje in Donutlands. Dat is best wel een geinig verhaal op zich, maar ja. Die video die staat momenteel op privé, dus die kun je niet meer bekijken. En die washroom die moest ik hebben, maar die heb ik helaas niet. Shit. En ik vind dit platforming vind ik niet te doen. Oh my god, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik word hier echt zenuwachtig van, jongens. En hoppakee. Gelukkig hebben we het gehaald. En een one-up erbij. En een level gehaald. Hoppakee. Oh, haal me hier alsjeblieft vandaan. Oké, nou dat was dan ook weer even dat. We krijgen ook gelijk weer een nieuw level. Of we krijgen zelfs even een mushroomhuisje. Kan ik wel goed gebruik van maken. Laten we die maar gelijk wel even bezoeken. Want we hebben echt dringend power-ups nodig. Oké, het eerste mushroomhuisje dat we gaan bezoeken in nieuw Super Mario Bros. Wii. En dit is alweer de 3e aflevering, holy shit. Oké, het is eigenlijk vrij simpel. Dit zijn power-up panelen. En het is gewoon heel simpel. We moeten de panelen omdraaien. En als we de Bowser... We moeten dus 2 ervan hebben. Dus het is een soort memory, kun je het zien. Maar dan, met een aantal pogingen die je hebt. Als je 2 Bowser of Bowser Jr. icoontjes hebt, dan ben je fucked. Dan is het afgelopen. Dus die moet je vooral niet hebben. Maar je krijgt dan wel alle power-ups mee die je hebt gevonden. Nou, dit zijn al Ice Flowers. Ik heb al een Fire Flower. Ik heb ook al Mini Mushrooms zelfs. Die Mini Mushrooms die zijn best wel nutteloos hier. En ik krijg ook gelijk even een Bowser. Een Propeller Mushroom en een Mini Mushroom. Dit is echt fantastisch. Deze ronde gaat echt heel erg goed. Tenzij ik nu een Bowser... En ik krijg nog even een Bowser ook. Oh my god, dat was bad. Ah, dat is jammer. Ik hoefde er ook nog maar 2 om te draaien. Dan had ik alles. Maar ja, geeft niks. Het maakt niet uit. We gaan het de volgende keer gewoon nog een keer proberen. In ieder geval, we hebben hier volgens mij echt niet genoeg aan de power-ups die we momenteel hebben. Dus wat we kunnen is even teruggaan naar wereldje 1. En daar gaan we dan heel eventjes een toothuisje bezoeken. Deze. Oh, ik zie dat we ook nog wel eventjes een geheim level uit te spelen hebben. Sorry. Ik krijg opeens de hik. Ik heb net ook heel even snel gezien dat ik nog een geheimpie te vinden heb. Namelijk een kanonnetje. Dat kanon, dat schiet je gelijk door naar wereld 5. En ik krijg ook gewoon gelijk even een Bowser. Dank u wel, geluk. Ja, dit is gewoon echt raden. Het is bijna niet te voorspellen waar alles zit, joh. Dat kan bijna niet. Oké, we hebben een Propeller Mushroom uitgespeeld. En we hebben een Bowser. Dat betekent dus dat we maar met 1 power-up naar huis gaan. Echt waar. Echt waar, game. Doe je met dit aan. Nou, dat toothuisje, dat is dus ook gelijk weg. En wij gaan eventjes een Goomba bezoeken. Want die heeft ook een paar mushrooms voor ons in huis. Dus we gaan eventjes een toad redden. En dan gaan we eventjes die mushrooms oppakken. Oh, we krijgen ook gelijk Giga Goomba's. Super chill. En we hebben hem gehaald. Wauw, makkelijker als dat kan gewoon niet, jongens. Kom op. En we hebben 3 mushrooms uitgespeeld. Dank u wel. Dank u wel. In ieder geval, dat is dan ook weer even dat. En ja, als je het mij vraagt, is dit wel weer een beetje geslaagde aflevering voor vandaag. Deze aflevering is klaar, finito, afgelopen. Ik bedank iedereen voor het kijken naar deze aflevering van Super Mario Bros. 3. Nee, Super Mario Bros. 3, what the fuck. Van nieuw Super Mario Bros. Wii. Als je van hebt ge... Wauw, als je van hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Mario 3. Doei!